Dit project is heel belangrijk voor Amstelveen, omdat wij hier zien dat we weer gaan bouwen, weer gaan ontwikkelen. Dat is heel belangrijk voor de woningmarkt. Er komen nieuwe woningen op de markt en met name voor starters is het heel belangrijk, want dit worden woningen goed koop in de huur en in de koop. Dus daar ben ik heel blij mee, want daardoor krijgen we ook weer doorstroming op de markt en kunnen mensen weer ook hier in de Westwijk goed gaan wonen. Eigen Haard is hier de gebiedsontwikkelaar. Wat houdt die rol precies in? Die rol houdt in dat we hier samen met de firma Fanos koop- en huurwoningen bouwen. De firma Fanos is in de zomer 2012 failliet gegaan. Waarna wij de resterende bouwkavels voor de koopwoningen van de curator hebben gekocht. En gaan hier dus onze sociale huurwoningen, zo'n 300 in aantal, ruim 300 woningen, als ook een 100 koopwoningen realiseren. En daarmee maken we de Westwijk af. Ja, we zijn ontzettend blij dat, en dat nog in deze tijd waar het toch allemaal wat moeilijker gaat, dat er hier gebouwd wordt. Ik refereerde in mijn toespraakje aan dat we hier in de zon stonden. Het was een stuk warmer, maar een stuk onaangenamer, want er stonden grote hekken om het project, om de projecten hier achterheen. Er waren mensen die huizen hadden die bijna afgebouwd waren waar ze niet in konden. Maar eigenlijk een hele eendrachtige samenwerking van de aannemer HSB, van Eigen Haard als ontwikkelaar en de gemeente, hebben we alles gelukkig weer op gang kunnen krijgen en in goede banen kunnen leiden, want het was een drama in die tijd. En daarom is het een stuk vrolijker om hier te staan als er weer gewoon nieuwe projecten gestart worden. Hier worden ongeveer de hele Westwijk 1000 woningen gebouwd. 600 woningen zijn inmiddels gereed. En nogmaals, we bouwen nog een 200 sociale huurwoningen van een totaal van 300 woningen. Een aantal zijn al gerealiseerd, als ook nog een 100-tal koopwoningen. En ook de aannemer heeft uit het faillissement een aantal bouwkavels overgenomen en realiseert die op dit moment. En dat zijn ook ongeveer 80 woningen. De oplevering van deze fase is voorzien, dus zowel de grondgebonden sociale huurwoningen als de appartementen in de noordoosthoek van de locatie zullen vanaf september 2014 worden opgeleverd.